Een deel van de gemeenschap van het dorp Powaka eist nieuwe verkiezingen voor een dorpbestuur. Vandaag is een groep bewoners onder leiding van Lucien Sabayo en Makosi Powell naar het kabinet van de vicepresident getogen om een petitie aan te bieden. Sabayo stelt dat de rust in het dorp niet gegarandeerd is met het erkennen van gekozen dorpshoofd Sergio Sabayo. Dat enige en beste oplossing een nieuwe verkiezing is. Zodat beide partijen gerustgesteld kunnen worden en de vrede en de rust terugkeert. Maar als er nu voor één groep een voordeel wordt gehaald, dan hebben we de rust nog niet in Powaka. En dat speelt op dit moment. En om dit weg te werken, hebben we ook gezegd dat de beschikking wat gisteren is uitgegeven, en dat eist ook de gemeenschap, dat het ingetrokken wordt, want het gebeurt niet op een rechtvaardige manier. En dat is heel duidelijk. De dorpsbewoners geven aan dat de erkenning door de staat, die gisteren officieel heeft plaatsgevonden, geen goed voorbeeld is voor de jeugd. Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt de zaak te zullen bespreken met zijn kabinet. Gisteren is ondertussen oplossing gezocht door het clusterteam van minister om dan alvast beschikking te geven aan meneer Sergio Sabayo. Dat is gebeurd en we namen aan dat het rust zouden brengen in de gemeenschap om de rust te bewaren. Maar vandaag zien we dat er meer mensen zijn gekomen weer op dit. En zal ik dat dan voorleggen aan de president en weer met de clusterteam gaat praten. Welke oplossing wij gaan vinden. Ik hoop dat er een telefoonnummer hierin zit, ja, dat we terug kunnen bellen. Ja? We zullen dit bespreken, dan horen jullie van ons. Het nieuw dorpshoofd Sergio Sabayo heeft in de afgelopen 2 weken steeds aandacht gevraagd voor de erkenning aan de regering om erkenning. Gisteren hebben de traditionele gezagdrager en zijn bestuur na 2 jaren hun beschikking ontvangen van minister Gracia Emmanuel van regionale ontwikkeling en sport.